Want het was jij die de magische woorden sprak. Nou, dat kan nog wel wat sneller. Welkom bij de Slimmer Presteren Podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens. Tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over je marathontijd blijven aanscherpen. Hoe doe je dat? Bij de eerste marathon ben je nog blij dat je de finish haalt. Maar daarna wil je steeds meer en ga je voor een PR. En nog een. En nog een. Hoe lang kun je je blijven verbeteren op de marathon? En waar ligt jouw grens als je sneller wil hardlopen? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Jurgen, hey goedemorgen. Goedemorgen. Zo, uh, een aflevering waar we lang naar uitgekeken hebben. Ja, jij vooral, denk ik, toch? Ja, nou we hadden een paar weken geleden refereerden we er al even kort aan. Hè? Wat, wat is het geheim? Ik heb natuurlijk een ja. bizar jaar achter de rug de afgelopen elf. Nou, bijna twaalf maanden. Dat is ook wel mooi. Volgens mij, wacht even. Volgens mij is dit ook de laatste week van de 52 weken dat ik met Guido Vroemer heb getraind. Hmm. Dus dat is wel heel leuk om ja. zo met hem even dan vooruit te gaan kijken. Terugkijken, vooruitkijken. Zou die een rol hebben gespeeld in het. Die uh, heeft. Voor mij een belangrijke in rol het gespeeld. sneller hardlopen voor jou? In ja. het jaar waarin mensen die nu wellicht voor het eerst uh, inschakelen. ik als amateur hardloper in eerste instantie. in april al een dikke PR op mijn uh, marathon uh, tijd zette. naar 3 uur 18 minuten. Toen vlak voor de zomer de Breaking 20, de 5 kilometer, ja. onder de 20 minuten liep nog eens even in uh, het najaar september de uh, halve marathon onder de 90 minuten liep. En vervolgens in oktober in Amsterdam, Amsterdam. Uh, weer 10 minuten ja. van die PR-aftrok. Ja. Drie uur en acht minuten. En dan uh, denkt iedereen, oh, de volgende is dus onder de drie uur. Ja, toch? dat was nog geen 24 uur later. <laughs> nou, iets meer dan 24 uur later zaten wij uh, na te babbelen. En uh, toen was het natuurlijk meteen, maar, ja, kan, ja, kan het dan nog sneller? En toen zei uh, Guido Vroema ja. ook, nou ja, ik denk wel dat het plafond nog niet bereikt is. En dan komt natuurlijk de vraag, ja, ja hoe dan? Ja. Hè, wat gaan we nu doen? Enerzijds krijg ik nu een aantal keer op Strava en per mail bij ons de box. Ja, wat is jouw geheim? Hoe komt het dat je zoveel harder bent gelopen? Is het misschien die vermogensmeter? Nou, misschien een beetje, maar er zijn heel veel andere dingen aan de orde. En anderzijds, jij bent dus ook gaan kijken in de wetenschap. Wat doen die toppers nou ja. om steeds sneller te lopen? En gaan we op zoek naar, oké, okay, en, en wat kunnen wij daar dan van als amateurs doen? Om uh, ook uh, snel ja, te gaan is, lopen. Denk ik denk wel even goed back to the basics even. Ja. Voordat mensen denken: ja, nou ja, je moet gewoon trainen, trainen, trainen. Ja. En dan weet iedereen. Oké. Okay, en hoe trainen Dat is. Mijn, dan mijn eerste antwoord. Ja. Hè? Als mensen zeggen: wat is jouw geheim? De basis nou, is training. Meer ja. trainen. Hè? Dat, dat is... zeiden we al uh, naar Rotterdam. Ja. Ooit heb ik uh, marathons gelopen met sportrusten. met vier uur in de week. Nou, voer dat maar eens dus op naar acht of tien ja. of twaalf uur in de week. Dan heb je wel effecten. Ja. Nou ja, kijk even. De basis zegt gewoon. Wat, zijn, wat hebben de beste marathonlopers? Die hebben A een aantal fysiologische parameters zijn belangrijk. Hoge VO2 max, ja. dat is essentieel. Dat is talent, ja. toch? Dan word je mee geboren. Groten Deels talent deel. en ja. het talent om te verbeteren met training, je ja. VO2 max. Ja. Uh, aan de andere kant weten we ook dat er genoeg mensen zijn met een torenhoge VO2 max. En uiteindelijk geen goede hardloper nee, of fietser. Die, die, die zich niet trainen. Dan, de, nou, de tweede dan is dan om een hoog percentage van je VO2 max uh, daar te kunnen gebruiken voor je aerobe verbranding. Dus zonder dat het pijn gaat doen. Ja. Kortom, dan jouw uh, anaerobe drempel of je lacta drempel, dat die ook vrij hoog ligt bij een hoog percentage van je VO2 max. Ja. Om toch belangrijk specifiek om een snelle marathon te ja. gaan lopen. Hè? Want daar, daar hebben we deze af. Want dat betekent over. dat jij lange tijd op uh, ja, een hoog, uh, ja, hoog percentage van jouw zuurstofopname, en die toch al hoog ligt vanwege je maximum kan lopen. Ja. En uh, ja, in principe heb je dan een hele goede motor. Om ja. het lang vol te houden. Ja. Dan derde is natuurlijk, wordt het al wat lastiger, is de efficiëntie eigenlijk van die hele motor. Hoe kan jij jouw energie die je genereert, een lange tijd genereert, omzetten in snelheid? Nou, eh, bij het fietsen hebben we het dan vaak over het echte vermogen wat je kan meten. Het mechanische vermogen bij het hardlopen is het wat ingewikkelder. Je, je kan tegenwoordig met een. Vermogensmeter lopen, zoals jij doet, is niet helemaal mechanisch vermogen, maar het eigenlijk is, wordt gezegd, de loop-economie kan je meten. Mm -hmm. Kortom, hoeveel uh, zuurstof kost het jou per kilometer bij een bepaalde snelheid? Ja. Nou. En hoe minder? Zuurstof dat kost, oftewel hoe ja. efficiënt je bent, hoe sneller je kan. lopen. Precies, omdat ja. je dan, je maakt al veel uh, energie aan uit de zuurstof. Want je ja. hebt al een hoge vo 2 max, een hoog percentage, waarbij je nog niet lactaat uh, heel erg gaat produceren, nog niet heel erg moe uh, wordt. Uh, dus als je dan dat ook nog kan omzetten in snelheid, heel efficiënt, nou ja, dan, dan ben je, dan word je topper. Ja. Het zit. Inmiddels is er vierde bijgekomen, is eigenlijk, daar hebben we het ook over gehad, het omgaan met vermoeidheid. Oh, Want heel vaak meet je mensen en dan denk je, wauw, dat moet een topper zijn. Uiteindelijk laat die toch niet zien, omdat hij eigenlijk heel snel achteruit keldert in die, in die snelheid. Omdat hij dat omgaan met vermoeidheid. En de marathon doe je toch al snel langer dan twee uur over. Minimaal, he? hè? Ja. Dus dat is eigenlijk de, de basis. En dan ja. zou je zeggen: Nou, dan is het gewoon een kwestie van die, die parameters omhoog krikken. Hè? je V2 ja. Max. Nou, en dan maar ga er zitten er al een paar in die niet zo heel veel aan te krikken nee, zijn. Ja, denk jij, ik. En de vraag is: van, uh, Wil je nou om de maand of twee maanden een inspanningstest gaan doen? Hè? Jij nou, hebt er maar, één gedaan. Waarom is dat nodig? Nou, om te kijken of die V2 Max dan omhoog oh, gaat. Ja. Als jij, om een beetje een idee te hebben, je, nu ga je trainen. Ja. En dan wil je natuurlijk weten, ja, slaat die training aan. Mm -hmm. Nou, en dan moeten we misschien even parallel. En dat is leuk om straks, denk ik wel, met, met, met Guido verder op ja, in we gaan te gaan. Guido vroeg me er snel bij halen. Ja. En dan gaan we ook al deze inzichten toepassen. Is, is, op mijn route ja. naar Rotterdam. Is dat je dit, dit gebeuren als achtergrond kan nemen. En eigenlijk kan zeggen. Ja, nou, het gaat gewoon uiteindelijk om het kritische vermogen of de kritische snelheid. Ja. Volgens het kritische vermogensmodel is eigenlijk de snelheid die je uh, uh, tot, tot oneindig lang kan volhouden. En het liefst dat je zo dicht mogelijk bij die snelheid zit. Tijdens jouw marathon. Mm -hmm. En er zijn uh, recente studies. Hebben ze een hoop. Uh, nou, marathon gekeken in de voorbereiding. Ja, maar hier en, komt de wetenschap. Ja. En is ze, een studie gedaan aan de Ja. En hebben ze gewoon gekeken naar. Uh, 25.000 lopers. aan de marathon in Dublin. in Londen en New York. Mm -hmm. En de trainingen van de afgelopen 16 weken gevolgd. Mm -hmm. En daaruit gedestilleerd. Oké, okay, wat is voor de mensen de beste 5-kilometer tijd? En dit is een, een breed veld. Het zijn niet per se de toppers. Nee, breed, ja. ja, ja. Uh, 10 kilometer. Nou, dat hebben we allemaal in de voorbereiding. En kun je daaruit al leren wat iemand gaat lopen op die marathon? En dan kun je uiteindelijk. Je kan natuurlijk een, een snelheidsduurcurve opstellen, of een ja. vermogensduur. Nou, dat is een soort uh, hockeystick, hè? In, uh, bij korte Genoeg. afstanden is het wat hoger met ja. de punt. Ja, een, een liggende hoogte. Ja, een liggende ja, ja, hoogte. Ja, 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 ja. Nou, en dan, dan komt er een kritisch vermogen uit. En dat blijkt een hele goede voorspeller zijn van de marathontijd. Eigenlijk voor 93% voor kon hij de marathontijd voorspellen. Ik kan dat alleen maar onderschrijven. Ik was Want geen onderdeel van deze studie. Maar we hebben het in de aflevering over hardlopen op vermogen over de Stride-app gehad. Die ja. natuurlijk al je trainingen ook in zo'n grafiek plot. En op basis daarvan een kritieke uh, powerwaarde uitrekent en een voorspelling doet. Ja. En die zat er dit jaar twee keer. En trouwens ook bij die halve marathon. Heel bij... goed op. Ja, ja. ja, nou, er zit nog wel iets dat de recreanten, die blijken dan hun marathon op een beetje 85% van hun kritische snelheid ah, te die lopen. Die gaan eigenlijk misschien niet diep genoeg. Nee, de toppers zitten echt op 97%. Dat is ook, uh, ja. Maar nogmaals, andere studie, leuk om te vermelden, belangrijk denk ik. Hoe ga je dan trainen? Ga je dan veel interval doen? We hebben het natuurlijk gehad in het verleden over gepolariseerd trainen. Of juist uh, op de drempel. Of, ja. Nou, daar heeft een Japanse studie gekeken naar deelnemers aan de Haikido-marathon. En puur gekeken, oké, okay, meer dan 500 mensen. Uh, hoe hebben jullie getraind in mm -hmm. de, afgaande, de voorafgaande weken? Uh, qua volume, trainingsvolume in de maand. Hoe vaak in de week ging je? Uh, hoe lang was je gemiddelde loop en hoe lang was je langste duurloop? En hebben ze eigenlijk, uh, ja, door, door steeds... Eerst hebben ze gewoon gekeken, oké, okay, welke volumes waren er? Nou, van weinig tot veel. Maakt het dan uit binnen een bepaald volume wat jij loopt? Of je dan twee of drie of vier trainingen doet? Maakt Bleek niks uit. Volume dus dus, bedoel je het aantal kilometers of het aantal uren ja, per aantal, week? Ja, maandvolume, aantal kilometer in de maand. Ja. Deden ze dat juist voor de mensen die bijvoorbeeld twee, drie keer per week uh, keken. En dan zagen ze duidelijk van dat er een ja, meerwaarde zat hem in het trainingsvolume. Dat dat de meest voorspellende factor voor de snelle, een snellere eind, uh, eindtijd is. Dan moet je even goed begrijpen. Dus je zegt mensen die twee tot drie keer in de week trainen. Ja. Als dat dan maar... Grote of lange trainingen waren, werden dus ze sneller. In, als ze in totaal ja, in meer volume voor die maand. Ja, maar liggen. wel in die twee, drie keer ja. in de week, dus minder vaak in de week, veel volume, ja. liet in deze studie snellere lopers zien. En uh, hetzelfde geldt eigenlijk voor, kijk je naar mensen vind, die allemaal een gemiddelde uh, loopafstand van bijvoorbeeld nou, 12 kilometer hebben. Per week? Per week. Relatief laag ja. volume dus. Uh, nee, het gemiddelde uh, oh, per training. Ja. Ja, ja, en dan eens gaan kijken, oké, okay, hoe bereiken ze dat? En dan blijkt dan nog steeds dat de, degene die uiteindelijk ja, dat uh, verspreidt over, nou ja, uh, of meer volume of met langere afstanden, dat die een uh, betere tijd hebben. Dus het belangrijkste parameter hier blijft gewoon kilometers maken. Ah, dat laatste is wat jij aan het aantonen ja. bent. Meer volume leidt tot snellere ja. marathon. En, okay. en nogmaals, ja, en als jij dan vaker wil gaan lopen in de week, ja. Nou ja, dan is het ook belangrijk om in ieder geval een extra lange duurtraining in te bouwen. Liefst boven de 21 kilometer, liet zij zien. En dat je gemiddelde loopafstand per week toch al snel boven de 10 kilometer per ja, week ja. uitkomt. Oké, okay. Nou, volume. Factor 1. Wetenschappelijk ja. aangetoond. Ja. Eerste studie laat zien, we kunnen het voorspellen. De Japanners laten zien. Meer volume leidt tot snellere ja, tijd. Nou ja, dan kun je even een tussenvorm... meer volume leidt ook tot risico op blessures. Ja, dus kijk uit. andere studie die gedaan is, recent verschenen. Alle uh, deelnemers aan de Marathon Denk New York. En gewoon gekeken van, oké, okay, wie raakte wel of niet geblesseerd? Ah, Wat is, is een uh, voorspellende factor daarvoor? Ja, ja daar hebben we het de gewoon... afgelopen weken veel over. Ja, en dan is het duidelijk van, je moet niet te snel willen opbouwen. Dus dat je van uh, de ene week... Van pak een beet, uh, 20 kilometer in de week ineens de week erop naar, naar 40 kilometer per week gaat. Um, de, ja. de vuistregel is altijd maximaal 10%. Per ja, week. nou ja, zij gebruiken ja. dan de AC-ratio. Dat ja. is de acute workload, uh, gedeeld door de chronic workload. Ja. Dat is eigenlijk van: oké, okay, wat heb je de afgelopen week. Uh, gelopen, aantal mm -hmm. kilometers gedeeld door wat heb je de afgelopen maand gelopen. Oh ja. Nou, en dat moet dan niet boven de 1,3, 1,5 uitkomen. Want ze laten zien, als dat gebeurt, dan heb je A. verhoogd risico blessures. En B. verhoogd risico kans op ziek worden. Okay. Nou, dus niet te snel opbouwen. Ja. Nou, ik denk dat als laatste dan toch belangrijk is. Ook een studie die eerder dit jaar verschenen is, gewoon waarin ze echt aan alle toppers, de trainers met name, hebben gevraagd: ja, hoe. Hoe traint jouw atleet? Ja, ja en dan, uh, ik vind dat fascinerend om te zien. Ten eerste, dat je al die data gewoon uh, beschikbaar Krijgt. zijn. Ja. En ten tweede, uh, hoe, ja, hoeveel werk zij verrichten. Uh, bijvoorbeeld, ik heb de Kipchoge is eruit ge, gepikt. Ja. Nou ja, en dan. dan uh, even kijken, waar is die? Hier. Ja, het gaat gemiddeld genomen die toppers toch richting de 160 à uh, 220 kilometer per week. Ja. Ja. Ik weet niet hoeveel jij haalt deze week weken. Uh, 200, kom ik net niet aan. Nee. Nee. Als ik ja. het fietsen meetel, uh, nou nog niet. Verdelen uh, dat in 11 tot 14 sessies in de week. Dus die trainen ochtends twee en middags. Twee keer per dag, iedere dag. Daar is Bijna niks wel. Niels ja. van der Poel bij, twee ja. dagen rust. Nou, lange runs komen we daar heel vaak in terug. Gewoon makkelijk 25 à 30 kilometer. Uh, maar nogmaals, dit is het trainingsschema van... Kip Tjogen. Kip Tjogen. De ja. aller, allerbeste ja, marathonloper in de, maar de wereld. Maar goed, dit geldt eigenlijk ge voor alle toppers. Dit is een manier. Dus als jij denkt, ja, ik wil verbeteren, dan denk ik toch dat dit in het achterhoofd niet van, dit wil ik meteen na gaan doen. Nee. Maar dat een snelle tijd lopen toch in ieder geval is heel veel en heel hard trainen. Plus daarbij toch opvallend, dat ze ook voornamelijk op volume trainen. Echt 80, 90 procent is gewoon zone 1. Ja. Dus als je praat over dat gepolariseerde model, ja, dat geldt voor hun. Maar zij hebben natuurlijk een enorme goede basis. Dat zal... Guido daar ook nog wel beamen waarom zij dat natuurlijk. Ja, heel hun zonne-een is nog steeds heel hard, wil je maar zeggen. Ja, ja. En, uh, en dan heel af en toe, ja, is echt die, die hogere zones aantikken en vooral in, in aanloop na dan weer een marathon. Dan gaan ze dat wat vaker opzoeken, een beetje, beetje de, ja, dat explosief systeem, of in ieder geval ook de drempel even te prikkelen. Mm -hmm. Ja, en daarna is uh, wat zij toch doen, ja, zij zitten veel op hoogte van nature al vaak. Um, en terloops wordt ook wel genoemd krachttraining is hier ook wel bijgekomen, alhoewel Kip Kipchoge in zijn schema niks daarvan laat zien. Het wordt vaak ook nog niet vermeld, het zit er nog niet standaard in, het wordt een beetje gezien als erbij doen. Maar ja, de refeerentor toch, toch naar een, een studie van een paar jaar geleden, ook een, en die laat zien eigenlijk waar ze echt naar ja, gekeken hebben. Wat is het effect van krachttraining op de hardloopprestatie? Ja, en die is dan uh, ja, positief wat betreft. Het uh, is een heel breed begrip, hè? Krachttraining. Ja. Ligt natuurlijk heel dat is het erg andere. Maar net en dat aan wil ik wat ook wat eens van. Ja, ja. Hoe doe je dat? Nee. Is, ja, de, ja. Strength training hebben ze het over. Resistance training. Uh, Pliometrische training. Ja. ja, Het zijn allemaal manieren. Ja, onze body boost. Ja. Alles wat in ieder geval. Maar in ieder geval, is, de wetenschap heeft gekeken. Ja. En, en, en toen? En, en eigenlijk alles ook op een hele meta-analyse. Gekeken naar wat doet het op de loop-economie. Ja. Die verbetert. Ah. Um, ik heb een paar getallen erbij. 2 tot 8 procent. Dan gekeken naar nou, wat, wat doe jij op een 10 kilometer of 15 kilometer time trial. Dus een tijdloop. Mm -hmm. Nou, dan ga je ook vooruit. 2 tot 5 procent. En het sprintvermogen. Um, gaat ook verbeteren. Wat er niet gebeurt, is bijvoorbeeld dat jij. En dat is misschien wel gunstig. Je wordt niet zwaarder, je krijgt niet meer spiermassa, Hé? Hey, ja. nogmaals. Ligt me dus heel erg aan wat voor krachten ja, we het over hebben, dus toch? Ja. Dus het is, ja, uh, ja, denk ja. ik, niet het uh, de, met de bedoeling van om, om breder spieren. Nee. En, en het andere is um, wat ook wel. Uh, het doet ook niks op bijvoorbeeld op je VO2 max. Dus dan zit je puur aan die efficiëntie te werken. Ja. En dus, als jij denkt van, als Guido dadelijk gaat zeggen, ja die efficiëntie kan wel beter, dan zou krachttraining, want het zit is dat momenteel al een onderdeel van jouw uh, hele proces? Nou, uh, dat wil ik graag uh, met mijn coachtrainer ja. bij uh, bespreken. Nou, we hebben hebben we de belangrijkste ja, wetenschappen ja. uh, op zijn plek liggen? Ja. Nou, ja. dan uh, wachten wij niet langer. Je merkt ook aan al, ons allebei, we zijn lekker aan het jagen, want we willen hem erbij hebben. We. we gaan zoomen met Vroemen. We gaan zoomen. Guido, goedemorgen. Ja, daar hey zijn we dan. Hé, hey, welkom in deze aflevering waar jij eigenlijk al vanaf het begin in onze mind uh, bij bent. Sterker nog, we hebben je van tevoren ook even wat info gestuurd over de studies die uh, Jurgen net in razend tempo aan ons heeft geïntroduceerd. Want ja, hoe ja. kunnen we het nou hebben over snellere marathons lopen zonder jou aan tafel te hebben? Dus uh, fijn dat je erbij bent. Ja, Want het was jij die uh, op uh, 17 oktober, toen ik zei, nou, nah, ik ben niet naïef, het plafond zal toch wel bereikt zijn. De magische woorden sprak en ik echo, <laughs> ik heb ze nog vaak in mijn hoofd, nou, nah, dat kan nog wel wat sneller. Jij zei toen, en het, ik herhaal letterlijk wat jij zei, ik weet niet of het 305, 303 of 3,00 wordt, ah, okay. maar het kan wel wat sneller. Ja, nee, ik merk ook nu nog in december... Mentaal ook. Ik committeer mij absoluut niet aan een sub-3-plan. Uh, maar je, wil nog, wel, uh, je wil nog wel iets sneller, graag. Jongen, ik ben super gemotiveerd. Ja. Ik train me helemaal de blubber. Ik heb van uh, jou, Guido, een tabelletje gehad. Ja. Van als jij een sub-3 zou willen kunnen... Dan betekent dat dat je dit op een halve maar Een beetje ja, waar ja. jij net begon, uh, Jurgen, met die, met die vermogenscurve. Okay. Ja. Ja, als je op die Voor drie uur wil uitkomen, model, dan moet je, uh, ja, dan moet je dit lopen model. op een halve. Dit op ja. een vijftien, dit op een tien, ja. dit op een vijf. En was er met alles nog wel... Uh, ik ken die waardes worden. bijna uit mijn hoofd. Ja. En, uh, en ik merk gewoon, ik heb heel veel zin in het proces. Ja. Dus uh, kijk, die, die, die vijf kilometer, die staat geloof ik op 1836 of 1830 uit mijn hoofd. Daar, daar ben ik bijna, dat voelt dichtbij. Uh, de 10, toen ik het tabelletje kreeg, die stond op 39. Ik ga hem er gewoon bij pakken, dan, ja. dan zit ik ook niet te gokken. Uh, maar die, die, dat vond ik toen heel heftig klinken, want ik had op dat moment nog nooit. Hij staat ook namelijk onder mijn favoriete afbeeldingen. Ik heb hem meteen erbij. Ik had nog nooit onder de 40 minuten gelopen op de 10, en de 10, die staat op. 38-34. Ah ja, dat is toch al. Maar uh... wat wil nou gebeurd zijn sinds dat ik dat tabelletje <laughs> kreeg? Hè, in de Renswouden dook ik zomaar onder de 40 minuten. Dus uh, nou, op, op die manier uh, uh, geeft het mij inspiratie. Ja. Dat ik denk, nou, laat maar eens kijken. En dan werk je toch, uh, want het zijn gewoon tijden hè? en dus niet per se vermogens meteen. Kan nee, dan maar die kan ik dan wel, wel aanhouden. Ja. Luister, toen Guido. Zei... Eraan. Ja, ja, ja. 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 Uh, toen Guido tegen mij zei, ga eens in Renswoude kijken hoe lang jij tussen de 340 en de 350 watt kan lopen. Wist ik al wel. Ja. Nou, als ik dat kan, dan <laughs> duik ik onder de, ja. de 40. Ja. 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 Nee, maar ja, ja, ja. ja. Ik denk dat dit uh, gewoon duidelijk is. Als jij op al die terreinen inderdaad die limieten haalt, zeg maar. Ja. ja, dan aan de hand ook van die studie die ik zei. Van, dan is het gewoon het kritische snelheid of kritisch vermogen ja, in jouw geval. Ja. ja, dan moet het dus uh, uh, zijn. Dus uh, Guido, gefeliciteerd. We zijn uh, een jaar onderweg. Ja. Dank voor dit Jij prachtige ook. avontuur. En uh, we gaan door, hebben we al gezegd. Dus, dus, dus wat, wat gaan we nou eens concreet doen de komende maanden? We hebben meer tijd dan voor Amsterdam. Wat gaan we nou doen om dat tempo op die marathon omhoog te krijgen? Ja, verschillende knopjes draaien is het natuurlijk. Hè? Ja. En um, dat, dat zit hem inderdaad. Als je de marathon harder wil lopen, ja, dan heb je een aantal knopjes waar je um, aan moet gaan draaien. Um, en um, 2-2-max is al genoemd. Hè? Ja, die nou kan... heb ik meteen een vraag over die ik bij jou wil stellen. Dat zei ik net ook tegen Guido, want, euh, of tegen Jurgen. Ik heb daar met veel mensen gesprek over. Kun je je VO2max nou trainen? Of is het iets waar je nou eenmaal mee geboren bent... en kun je daar het meeste uithalen? Zeg maar, kun je, kun je, dus de actuele waarden kun je optrainen tot... Maar zit er een soort limiet van dat is nou eenmaal wat dit lijf kan? Zeg maar, maar hoe zit dat nou ook alweer? Er zit absoluut een limiet op. En het is ook absoluut te trainen. Want niet iedereen zeg maar, heeft zijn eigen... ...systeem zo getraind... ...dat hij het maximale Precies. eruit haalt... Precies. ...wat erin zit. Nee, dat, dus. be dat bedoel ik, maar er is een soort 0 tot 100... ...en afhankelijk van hoe je met je lijf omgegaan bent... Uh, ja. ...sta je ergens... ...maar die 100 kan je niet omhoog duwen, toch? Nee, als je... ...nee. Nee, nee dat, dat is zeg maar... Dat, ...dat ligt er dan wel aan hoe je kijkt naar VO2max. Als je kijkt naar VO2max... ...in absolute... ...milliliters per minuut... Mm -hmm. Daar, zet, daar, zeg maar, daar zit een max zeg maar wel aan, wat je kunt halen. Ja. Als je kilogrammen dan nou ja, geforceerd omlaag gaan, dan is milliliter per minuut per kilogram lichaamsgewicht natuurlijk wel weer wat hoger. Hè? Dus als je ja, ja. zeg maar eh, vijf, 5000 milliliter als max hebt, ja. als je dat hebt met 70 kilo, of je gaat geforceerd afvallen eh, naar 65 kilo, waarbij je echt eh, heel droog bent dan is absoluut gezien... het blijft nog steeds 5000. Relatief gezien... ga je natuurlijk wat omhoog. Ja. Maar, maar dit is een ja. domein... waar jij helemaal niet van houdt, hè Guido? Als we het gaan hebben over nee, gewichtsverlies om prestaties te ja. verbeteren. Nee, het blijft 5000 milliliter. Um, <laughs> en er is een redelijk strakke relatie... tussen zeg maar... Um, het vermogen wat je kunt leveren... en de milliliters zuurstof... die ervoor nodig zijn. Mm -hmm. ja. Dus... Daar, daar, daar kun je heel goed ook mee rekenen. Ja. Um, dan, dan per watt kost het ongeveer, ja, dat ligt een beetje aan je efficiëntie, maar 12, 13, 14 milliliter zuurstof. Mm -hmm. Dus zo kun je ook een beetje uitrekenen: van nou ja, weet je, als ik maar um, 2500 milliliter zuurstofopname heb, um, maximaal dan, ja. en dan kijk ik niet eens per kilogram lichaam, zo, dan zit je ongeveer op, ja. 200 watt? Ja. ja. En dat nou, is uh, dus afhankelijk ja. van het gewicht tot wat ja. voor snelheid dat dan leidt. Maar dan Absoluut, ben ik benieuwd ja, hoe... Ja, ja. We, we hebben het toen over gehad. Wat, wat was jouw uh, VO2 max -test -test in de inspanningstest? Nee, maar dat is dus heel grappig, want die vraag kreeg ik van de week ook. En toen ging ik dat opzoeken. <laughs> en toen was die best wel laag. Ja. Maar dat komt ja, omdat de, de test die ik beginnen heb is. gedaan, nee. die was niet tot uitputting. Nee. Nee. Dus ik geloof dat wij daar... Nee, oké. Okay. Want was ik niet, herinnerde ja. mij nee? uit een eerdere inspanningstest op de fiets dat ik boven de 60 zat. Het ring ja. in die waarde kijken. Je ja, ja. zag ik iets lager in de 50. Ja. Ik denk, wat is dit? Nou? Ja, maar op zich. En dat kunnen mensen. Kijk, je hoeft, wat je al zei, je hoeft niet steeds in het lab te testen om een V2 max te meten. Mm -hmm. Je kunt hem ook redelijk goed inschatten als je een test doet, wel met vermogen. Maar dan moet je dus ook een, een, een maximale uh, inspanning doen die ongeveer 4-5 mm -hmm. minuten duurt en dan het. Echt zo hoog mogelijk vermogen leveren, vier, vijf minuten lang. Dat is jouw VO2 max-kritieke periode. Hmm. En, dus als jij, uh... zeg maar, nou laten we als voorbeeld even simpel nemen. Je kunt um, vijf minuten lang 350 watt leveren. En je bent uh, 70 kilo. Ja. Dan is dat ongeveer 5 watt per kilogram. Um, um, en, en die vijf. Um, Daaruit kun je dus ongeveer uh, berekenen dat jouw VO2 max. Uh, dat gaat dan richting uh, uh, de 60 ja. milliliter per minuut per kilogram. Ja. Maximaal, hè, dat is dan die 100%. En dan is het aan mijn fitheid of getraindheid, hoe ver ik dat, weet, uh, dat potentieel weet te benutten. Ja. Ik ben wel nieuwsgierig, maar dit is terug op het, vermogen, de, de, het vorige, de voorspellende vermogenscurve, Jurgen, waar jij het ook over ja. had. Daar zit bijvoorbeeld dus ook een 800 en een 1000 meter tijd. Ik merk, gewoon ook omdat ik gefascineerd ben door dat tabelletje, dat ik bijvoorbeeld zin heb om eens een keer hier op een stuk gewoon de volle sprint open te trekken. Want dat hebben wij bijvoorbeeld hebben, hebben wij ook nooit met elkaar gedaan, om eens te kijken waar inderdaad de top ja, ja. van de hockeycurve ligt. Ik weet niet ja. wat dat waard is. Ja. Maar ik hoor jou nu bijvoorbeeld. Ik, ik heb daar een beetje over lopen nadenken, zal ik dat eens doen? Maar dan loopt bijvoorbeeld ook aan. Jij zegt nu: Je zou eens vijf minuten vol gas. Maar is dat dan beginnen vol gas en kijken hoe die uitloopt? Of is dat gepaced vol gas? Nee, Namelijk goed. kan ik kijken of ik vijf minuten iets zo hoog mogelijk vast kan houden? Ja, dat is een goede. Want eigenlijk, als je dit soort kritieke periodes gaat testen, hm. dan kun je dan. Als je aan de korte kant zit, 30 seconden, 60 seconden, 90 seconden, is eigenlijk niks te pacen. Dat is gewoon niks ja, is gewoon laten liggen. Gas erop. Ja. Maar diezelfde tactiek kun je voor drie minuten en langer, nee, vier dat minuten, dat vijf niet. minuten, kun je eigenlijk niet toepassen. Want dan kom je waarschijnlijk gemiddeld gewoon veel lager ja. uit. Ja. En het doel is gemiddeld over die tijd zo hoog mogelijk uit te komen. Dus daar zit wel een tactiek of een pacingstrategie achter. Ja. Dat je niet all-out start, nee. maar wel hard. En dat er niet aan het einde nog, zeg maar als je klaar bent... er ligt nog wat, wat ik niet heb opgemaakt. Nee, nee precies. Ja. Hey, en, en geven dit soort dingetjes eigenlijk uh, inzicht? Bijvoorbeeld inderdaad, er zijn zo'n 90 ja. seconden of 60 seconden voluit. Ik merk dus, ja, het lijkt me interessant... omdat ik wel eens wil kijken in stride hoe hoog... Hoe hoog kan ik dat puntje van die vermogenscurve duwen, zeg maar? Maar wij doen ja. het nooit. Wil jij het weten, wat ik kan op 30 seconden? Ja, wat, haalt, wat haal je daar uit? Dat zijn die hele korte kritieke periodes. Critical ja. speed, critical power. Die zeggen hoe hoger je daar uitkomt, die zeggen iets over je zoals ze noemen, W-prime. anaerobe capaciteit. Hoeveel energie kun jij leveren Bovenop je critical power of mm. critical speed. En dat wordt altijd uitgedrukt bij power in joule. En als je, het uit, als je het thuis zou willen doen op snelheid, kun je dat ook. Dan krijg je critical speed. En dan wordt die extra hoeveelheid uitgedrukt in meters die je in die tijd extra kunt afleggen. Ja. En mijn vraag is: juist, hebben we er iets aan als we bezig zijn uh, met een snellere marathon? Uh, ja, voor te een realiseren? marathon zou je denken. Maar, nee. Nee. Nee, kijk, je kunt dat wel eens. Bij die toppers hebben ze dat ook wel eens bekeken. Die hebben nou ja, een bepaalde hoeveelheid boven hun critical uh, speed, die ze nog kunnen besteden, net iets erboven. En dan heb je um, op een 5000 meter, heb je daar bijvoorbeeld iets aan. Als jij. Ja critical speed loopt en, en die wedstrijd, die loopt al die rondjes steeds op critical speed, dan heb je dus de laatste rondes, heb je nog wat in de tank zitten die je kunt aanspreken. Dat zijn zeg maar die hele snelle gasten die op het laatst, nou die kunnen net in die critical speed blijven, maar die hebben nog iets in de andere open tank om die laatste ronde die helemaal leeg te lopen. Ja. Ja. En dan heb je daar wat aan. Maar Kijk, voor een marathon niet. Hè. Daar, zijn, daar, daar gelden andere belangrijke dingen. Nou, moet je... Waarom ik erop zit te vissen. Jurgen legt net uit vanuit de wetenschap dat dat, dat die vermogenscurve model. dat dat zo'n goede voorspeller is. Ik heb dat afgelopen jaar ervaren. dat inderdaad. in die strijd ook. maar dat heeft ook een wisselwerking. Want als, als mensen mij vragen. joh, wat hmm. doet dat lopen op vermogen? Is enerzijds natuurlijk de, de kwaliteit van de training en alle dingen die we vertellen. Maar ook, zeker nu ik de voorspellingen geloof dat wat jij net zegt, Jurgen, dat die amateurs vaak op 85% van hun potentieel uitkomen. Ja. Dat ik nu denk, wacht even, die strijd zegt dingen waarvan ik denk... Oh, Oeh, ik zou het nooit aandurven. Maar omdat hij het zegt en omdat ik hem nu vertrouw... denk ik, nou, dan ga ik ook maar gewoon als een kip zonder kop. Ja, ze, ze gebruiken het om die curve te kunnen schetsen... en daaruit je kritische snelheid te bepalen. Ja. En dat is eigenlijk de snelheid die je oneindig lang kan volhouden. Of in ieder geval urenlang. Ja. Um, ja, dat, dat is een beetje ja, de manier waarop zij hem gebruiken. Maar ja, het geeft wel. Maakt dus niet zoveel uit of we dan aan de linkerkant van die curve heel erg. Waarschijnlijk te niet, want uh, Guido zal zeggen: ja, maar een hele an grote anaerobe tank gaat ten koste gewoon van jouw kritische ja. uh, snelheid, kritisch vermogen. Want ja, je moet keuzes maken dan als, als spiervezel. Is dat zo, zijn, uh, Guido, uh, zeg je dat? Ja. Uh, yeah. Kijk, ja, als je een critical power model, als je daar... daar kun je mee spelen natuurlijk, met verschillende. denk ik, nou, misschien ik laat hem eens een keer kort, heel... Hè, dan vul ik gewoon in dat hij kort heel hard heeft gelopen. Ja. En de andere blijft hetzelfde. Dan zie je dat die curve aan de bovenkant gaat omhoog. Ja. Maar dan gaat hij aan de andere kant oh, gaat hij ja, ja. afzakken. Want ja, ja daar, heb je, daar snoep je hem af. Ja, ja. ja. Oh. En ja, dat dus... Het, het gaat nooit zo zijn dat je als je... Ja, dan moet je in die andere kant ook testen. Maar vaak zie je dan, als je daar beter in wordt... dan word je aan de anaerobe kant, de korte kant, gewoon wat minder sterk. Ja, ja. ja we hebben het volgens mij wel eens gehad over kracht versus duur of kort ja, versus lang. Ja, ja. ja, die twee die die zitten elkaar in de, in de, in de weg eigenlijk. Ja. Dus waarom het daar moeilijk is om en explosieve training te combineren met duurtraining. Ja, Dat lichaam moet dan uiteindelijk keuzes maken... Guido, ik vond nogal interessant wat je zei. Ja, je, als je iets in die anaerobe tank hebt. is fijn voor een vijf kilometer lopen voor de eindsprint. Marathon heeft er niet zoveel aan. Even andersom redenerend. als nou. nou ik pak, pak een Gerrit hier tegen een jonge hond. die af en toe toch nog net even te hard start. Hè, heeft die dan wel een voordeel van een wat grotere anaerobe tank.? Omdat je die dan in het begin dan maar. Wordt niet hard ja, afgestraft. Op, opgesoupeerd. Ja. En voor de rest van de tijd, oké, okay, ja, dan moet hij wel een beetje nog daar een beetje van herstellen. Maar hij, heeft gewoon, hij, hij kan ja, iets meer hebben, iets meer leien. Ja. In plaats van stel dat je echt uh, ook te hard van start gaat en eigenlijk daar niet meer van bij komt. Dus... Ja, dat klopt. Okay. Ja, want die anaerobe tank, die kun je leeghalen. Ja. Um, als je dan weer rustiger daarna gaat, zeg maar onder critical power... Vult hij ook weer. Ja, dus een, be een beetje op. moet je hebben. Dat is altijd toch wel handig. Of je moet een brug ja. op, of je moet een bocht om. Of je moet ja. met ja, 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 iets ja, in Het uh, ja. Ja. verschil zeg maar, met de um, Rotterdam Marathon en de New York Marathon. Er zitten ook allebei bruggen, maar de ene heeft toch iets ergere bruggen dan de andere. Ja. 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 ja, dat zijn toch van die stukjes waar sommigen eigenlijk helemaal terug moeten in nou, kleinere pasjes. Want ja. pooh, anders hakt het er zo in. Nou ja, dat, dus dat gaat sneller worden. Dan zullen mensen al begrijpen. Ah, dan, dan snap ik al dat het goed is om explosieve training te doen. Maar met, de, vaak wordt natuurlijk de vraag gesteld: ja, marathon, dan loop je toch altijd op een bepaald laag tempo. Wat is dan weer het nut van al die intervaltrainingen, gepolariseerde ja. trainen. Ja, nou ja, en, en wat ik al zei, de Japanse studie laat toch steeds zien. Volume is gewoon in principe het meest belangrijke. Nog steeds, in ieder geval als het om de marathon lijkt te ja, gaan. Ja. En dat daar zie je ook bij je... die toppers. Die natuurlijk bijna allemaal zonder één Duur. duurtraining. Ja. Hoehoe, ja. Maar daar win je veel mee inderdaad. Gaan, we, Met... gaan wij, uh, mits ik dat georganiseerd krijg in mijn leven. Maar uh, uh, als het aan jou ligt, Guido, gaan wij eerder en meer volume trainen? Nou, ik denk dat het volume dan. Um, in elke week of om de twee weken steeds weer terug gaat komen. He, dus dat je er eigenlijk. Normaal, he, vorig jaar toen je net begon... moesten we dat langzaam verder steeds gaan uitbreiden. Mm -hmm. um, en nu ben je natuurlijk een jaar bezig en dan heb je een bepaalde um, nou ja, hardheid, zeg maar, dat je dat ook veel makkelijker al kunt. Mm -hmm. En dat je daar heel door blijft. Dus nu kun je het eigenlijk al, al steeds weer. Ja, Ergens één keer in de week, één keer in de twee weken gewoon terug laten komen. Dat je gewoon eigenlijk gewoon een trail of een, een duurloop door de bossen. Een beetje zo twee uur lopen. Wat, wat um, vorige keer eigenlijk pas veel later kwam. Omdat ja. we daar nog niet aan toe kwamen. Mm. En dat, nu kun je dat. Dat zijn je gewoon... eerder gaan doen. Ja, en dan gewoon steeds weer terug laten komen. Hè? Ja. Dan blijf je dat in je systeem gewoon goed houden. Want ik kreeg ook laatst op Strava de vraag van iemand, wat train jij iedere dag? Uh, ja, dat is nu wel zo. Hè? En uh, we, we hebben zes dagen, er zit standaard nu één rustdag in. Bijvoorbeeld, uh, van, oh nee, kan ik niet zeggen. Ja. Nee, ja, maar bijvoorbeeld vandaag, nou, anyway. Um, maar dat betekent dus zes dagen. En uh, omdat ik natuurlijk ook aan triathlon doe, maar misschien is dat ook wel goed voor een snelle marathon, wij wisselen eigenlijk om en om fietsen en lopen. Denk ook ja. lekker voor de blessurepreventie. Ja. Of, uh... ja, en dat kan een marathonloper ook natuurlijk. Hè. Die kan ook rustige duurtrainingen, wat voor zijn aerobe systeem goed is, uh, op de fiets doen. Ja. En dat is gewoon uh, minder belastend voor het lichaam. Zeker ja. als je gewoon nou ja, blessuregevoeliger bent. Ja. Ja. Toch gaan mensen de, in, in de trainingsboeken of trainingssites zie ik altijd uh, belang van specificiteit van training... Betekent eigenlijk dat jij. Uh, ja, niet, je, fietsen. Uh, niet fietsen. Daarna is het inderdaad vaak. Ja, nee, dat is dat dan weer niet, hè? In die tijd kan hij ook gaan lopen. Ja, dat klopt. Maar als je maar specificiteit erin houdt, als je alleen gaat fietsen en je wilt gaan marathon ja, ja, dan, lopen, dan, dan okay. heb je geen specificiteit. Ja, ja. Maar ja, als jij, als jij voldoende loopt en je wilt dat de, de omvang wat vergroten en je doet dat ook door middel van fietsen, ja, dan blijft die specificiteit misschien niet, omdat je alle trainingen niet in de loopvorm doet, dan zou je dan zeggen, nou ja, dan zijn die andere trainingen minder specifiek. Maar die hebben dat doel niet, weet je, die hebben niet het doel om specifiek lopen te trainen. Ik denk als je de variatie is net zo belangrijk van verschillende trainingen. En als je dan ook nog eens steeds weer datzelfde, nou ja, het aerobe systeem wilt trainen, dan is fietsen daarbij gewoon Net, prima vorm. En dat doe je niks af aan, aan de specificiteit van het lopen. Want dat doe je vaak genoeg. Ja, precies. Ja, ja. Want Jurgen vertelde: hè, V2 Max. En het andere was de, de drempel omhoog krijgen. Hè, kwam ja. uit de studie, was belangrijk. Is, ja. is dat waar dat rustige duur anderhalf uur fietsen dan inderdaad uh, goed voor is? Of waarom waar doen we dat best wel veel? Nou, nee, dat zit dan nog wat lager. Hè. Dat is gewoon je aerobe energiesysteem. En, en de drempel zo hoog mogelijk krijgen. De, um, Critical power eigenlijk zo dicht mogelijk tegen je, je, je VO2 max aan. Mm -hmm. als, je, als, je, als je je maxwaarde, um, als we het in kilogram uitdrukken, op, op 60 zit. Ja. En, en um, je loopt je marathon op 50, ja dan wil je hem naar 51 of naar 52. Misschien dat je daar naartoe gaat. Hè? Mm -hmm. Probeer hem zo hoog mogelijk te krijgen. En dat doe je ook door intervallen in dat, uh, op dat intensiteitsniveau te doen. Juist. Of He, juist dat... erboven? Want ik denk altijd bij intervallen denk ik ja. een, altijd, dat, zit, dat zit er juist boven, toch? Nee, nee, nee. Oh. Um, critical power kun je eigenlijk vrij goed trainen door ook intervallen te doen die er net onder zitten. Oftewel, je zit eigenlijk, nou ja, als je stelt dat 300 watt dat is, dan ga je op 280, 290 zitten. Ja, dat is heet in, onze, in ons trainingsschema, dat noem jij tempo, hè? Toch? Dat is een beetje de taal. We hebben Interval, daar zijn we ook af en toe ja, an, an, ja, Europa aan Europa te happen. En dan ja. de tempo-blokken, dat, dat is dat, toch? Ja. Of ja. Drempel, drempeltraining, hè, toch? Ja. Of ja, sub-FTP of ja. sub-critical power. Ja. De naam maakt niet zoveel uit, want ja. het gaat met name om zeg maar, gewoon de percentages ten opzichte van. Ja. En dan zit je meestal zeg maar, op 95% ongeveer ja. van je ja, maar, critical power. Ja, ik en vind de... toch, uh, ja, Ik denk die knoppen. Nou ja, die... Nee, ja, precies, ja. Ik ben ze af aan het gaan. De, maar de eerste de... knop is toch de volume omvang knop. Ja. Want ja, dat is duidelijk. Ja. Wat langere duurtrainingen erin bouwen. Regelmatiger een, een twee uur of een 25 ja. kilometer. Nou, ik was dus benieuwd, want we hebben nu zes dagen. Uh, volume omhoog is niet meer dagen, of wel uh, Guido? Nee. Nee, hè? Dus dit, dit nee. Is, en dit is al best veel. En ik kan zo wellicht wat zeggen ja. hoe ik dat... Nee, dan nee, op. Nee, nee, maar dan ik denk dan twee keer per dag. Hebben we vaak op de maandag al, hè? Ja, want maandag okay. triatlon dag. Ja. Want dan mag ik natuurlijk zwemmen bij de UATT. En hij heeft nu een paar keer al gezegd... Nou, ga maar eerst een stuk fietsen. En als je kan nog even bijlopen. Ja, ja. En als ik dat doe, dan hebben we gewoon drie sporten op één dag. Ja. ja. Nee, dat, dat gebeurt wel eens. Inderdaad. Ja. ja. En dus, dus die dagen, als dat lukt, ja, iedere dag wat. Um, en dan zeg jij, in eerste instantie zou ik dan eens willen kijken of we. Uh, en dat is natuurlijk meestal dan het Weekend Warrior Syndroom: mm -hmm. dat je op zaterdag inderdaad eens dus twee uur of tweeënhalf uur lange duurloop al regelmatig erin gaat gooien. Ja, en dan is het gewoon, weet je, dat is een, uh, een leuke trail lopen uh, ja, door uh, de in bossen de uh, in Leersum, Amerongen, uh, door een, alle kanten op daar. Hè. Dus, allemaal, allemaal rustig, dus nog steeds, Guido. Ja, 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 je houdt... Kijk, je moet af en toe een beetje bergje op, bergje af, en dat is ook een hele goede, hè? Ja. Heuveltraining. Ja. Ja. Heuveltraining vind ik eigenlijk een hele belangrijke en ook een hele goede manier om sterker te worden. Mm -hmm. Oftewel, ja, die heb je zat in de buurt. Uh, als je daar, daar kunnen we ook gewoon um, in zo'n loop. Als je daar op en af de hele tijd loopt. En mensen die bij de duinen wonen kunnen dat ook. Prima trainen, hè? duinen op en af. Ja. Daar word je gewoon sterker van. Een sterkere loper. Is dat uh, jouw manier van uh, krachttraining dan? Zou ja, je zeggen, ook. dit is voldoende? Of moet, uh, moet, moet Gerrit nog aan de gewichten? Of uh, zijn nee. eigen lichaamsgewicht gaan gebruiken? In de, Ik vind het voor Gerrit... Ja, voor Gerrit vind ik dat ook voldoende eh, om op, het te, op die manier te doen. Um, want je zei al, als je zijn running economy en efficiëntie wilt verbeteren. Ja. misschien moet je dan daar hè, veel aandacht aan gaan besteden, krachttraining, et cetera. Um, maar hij is al redelijk efficiënt hoor. Hmm. Daar ga ik niet heel veel aan winnen. Okay. Want hij loopt, loopt gewoon heel efficiënt. En ja. waarom? En hoe kun je dat ook doen zonder dat je echt aan krachttraining wilt gaan doen? Dat is eigenlijk gewoon. Korte, hele harde tempo's lopen. Oh, ja. ja. Ik ja, vind ja, dit wel leuk om te je... horen, want ik zal je vertellen wat er bij mij gebeurt. Ik zit een beetje op het spoor. Als je doet wat je altijd deed, dan krijg je wat je altijd kreeg. En dan wil ik niks afdoen aan wat wij het afgelopen jaar hebben gedaan. Want er was het meer van hetzelfde, leidt misschien ook tot meer. Maar ik denk, ja, maar ja, er moet nu echt wel wat bij. Dus ik loop heel ja. erg in mijn hoofd. Het enige wat ik nog helemaal niks mee heb gedaan het afgelopen jaar, omdat ik daar nou eenmaal zelf uh, moeilijk voor te motiveren ben, omdat hier thuis te doen, is iets met krachttraining. Dus ja. ik dacht, wij hebben bij de Utrechtse Heuvelrug triathlon team één keer in de week een uurtje bodyboost, kracht en lenigheid, squatten, zitten, weet ik het allemaal. Ik denk, daar moet ik, daar moet ik naartoe. Ja, maar dat is prima, weet je. Dat is ook meer core stability kracht. Ja. Dat is vanuit je hele lichaam en dat is, dat is uitstekend. Oké. Okay. Maar als ik je dat kracht wil betekent wel we laten... de kwaliteit van twee dagen training ja. leveren, want ik had toch krijg je, nog wel, bij, krijg je nog wel spierpijn oh. van, uh, Guido. Al als je het nog ja. niet zo vaak doet. Uh, ja. Oh. ja, dat is het laatste. Hè. Dat <laughs> laatste moet je vooral... Je moet, dat is gewenning. Ja. Ja. Oftewel, jullie doen het gewoon niet vaak. Nee, ik was laatste weer een keer sinds twee jaar. Oei, 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 ja. twee dagen voor Rens Wouden. Dus ik denk dat de adaptatie net op tijd mm. heeft ingekikt. Ja, ja. Nee, maar dan weet je... Dus... Het echt. Um, kort en hard rennen. Honderdtjes, tweehonderdtjes en dan echt gewoon heel hard rennen. Ja. Eén uh, minuutjes of dertig seconden, wat wij ook wel eens doen. Voluit. En, nou, hard. Oh. Het ja. is sprinten of gewoon hard rennen. Hè? Ja. Dus, want je moet ze ook gewoon. Nou ja, tien keer tweehonderd of tien keer honderd, dat soort dingen. Je moet ze ook gewoon achter elkaar vaak herhalen. Hè? Ja. En door op hoge snelheid te kunnen lopen, ga je ook. Um, je, je efficiëntie verbeteren. Ja. Je ja, gaat ook reactiever lopen ja, ja. daardoor. Ja. Dit heb dat, je vaak in de podcast natuurlijk. gezegd... en ik hoor van luisteraars dat ze dat heel ja. inspirerend vinden... dat je als je naad, sneller op de marathon gaat... maar eens sneller op de minuut... Ja. en sneller op de vijf kilometer. En, ja, ja, ja. En, ja. Nou ja coördinatie, ja, ja, ja. Uh, ja, coördinatie is een onderdeel van uh, running economy natuurlijk. Dat, ja, je, je merkt ook dat je gewoon met zo die sprintjes... Je benen wat eerder gaan zwabberen. Ik kan zo, wel he? lekker sprinten. Ja. Dat is een klein talentje. Jo, mijn vrouw zegt ook altijd. Wat doe jij op die marathon? Ja, ja. Je bent een sprinter. Maar ja. Is het dan nog? Want volgens mij vroeg jij dat ook, Gerrit, uh, in een mail ooit aan Guido. Op de baan, heeft dat nog een meerwaarde? Ja, en dat komt bij mij dus vanuit de gedachte. Weet je, ik ja. moet iets anders gaan doen. Wat ja. kan ik allemaal anders doen? Ik heb wel een nieuw, nieuwe prikkel. Ja, maar dat is wel afhankelijk van wat je op die baan voorgeschoteld krijgt, hè. Die meesten hebben niet, zeg maar, een baan ter beschikking... en van, <laughs> ik ga mijn eigen programma daar lopen. Ja, over. dat is natuurlijk. Dus in dan kom je in een club hier, en ja. ja, wat krijg je daar dan weer? Ja, 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 ja dat klopt, weet je. Dat is de... de Vaak bij, bij een, um, kun je bij een atletiekvereniging uh, aansluiten en daar programma's meelopen. En dan is het afhankelijk van wat voor een type groep je natuurlijk meeloopt. Hè. Ja. Loop je met een lange afstandersgroep die eigenlijk aan het trainen zijn voor de marathon? Of loop je ineens met een Mila-groep die je middellange afstanden trainen? Dat is een totaal ander programma op een gegeven moment. Hè. Ja. ja, en ik moet ook zeggen, ik heb dat wel een beetje onderzocht. Maar pragmatisch is dat allemaal best wel ellendig. En als jij dus nu zegt... Nee hoor, doe maar gewoon wat wij wel eens doen in een uur, tien keer één minuut vol gas. Ja. Daar uh, win je de efficiëntie. Kijk, het is ook in die zin, hè, terug naar Marije, Elvering Gemser, uh, zelfregulatie weten willen doen. Als, mm -hmm. je, als jij nu dit in mijn hoofd zet, uh, Guido, en zegt: Dit is wat jou sneller en efficiënter gaat maken. Nou, ik, dan geloof ik dat. En dan ga ja. ik dat vol vuur doen. Ja, ja dus um, die baan gaat je zeker als je op de goede manier. Uh, de, de, de juiste intervallen en trainingen doet... gaat dat zeker helpen. Maar het, het gaat je ook helpen... als je diezelfde trainingen niet op de baan doet. En ja. gewoon hè, bij jou om de hoek. Ja, en dat is het. En dat is waarom ik... Maar dat heb ik wel ervaren. Uh, ik kom nu niet meer zoveel op, bij de Utrechtse Heuvelrug... Uh, hardlooptrainingen. Omdat ik nu door Guido ook dit ja. soort dingen krijg. Maar ik weet wel toen ik zelfstandig trainde... Ik kreeg het moeilijk voor mekaar, net zoals krachttraining, om in mijn eigen hardlooprondje intervallen te gaan doen. Ja. En dan is het echt heel tof is dat een trainer tegen zegen. je zegt, ja. hoppakee, we ja. gaan nu dat doen, we gaan nu nee, dit eens. doen, we gaan ja. nu zo doen. Ja, ja exact. Weet je. En, en, dat zo, en dat werkt ook prima hè, voor veel, veel mensen, ja, ja, gelukkig wel. Dat is dus bij een triathlonclub of inderdaad bij een atletiekvereniging, dat je gewoon één keer in de week sociaal en met anderen wat, wat, wat loopoefeningen krijgt die je zelf niet zomaar doet natuurlijk. Ik vind het wel interessant wat je zei over die loopweken van Gerrit, dat die eigenlijk al best wel goed is. En dat, dat is, verbaast jou ja, als je mij hier. Uh, nee, zegt. maar meer omdat ik uh, bijvoorbeeld. Uh, nou ja, de, de, de studie die van Paula Radcliffe wordt altijd naar voren gehaald. Van uh, die is dan zes of acht jaar vervolgd. En, en, oh ja, dat is denk ik ook wel belangrijk te noemen. Ja, kijk je naar al die toppers, de Kipchogis, en noem maar op. Ja, hoe lang zijn die al niet bezig met. Ja. Met, die met, weg met trainen? Ja. ja, dan gaat het ook al om minimaal acht jaar zijn die al marathons aan het lopen. Dat moeten we ook in jouw geval ook niet vergeten. Van, ja, het is niet even snel, snel binnen twee jaar nou, uh, vijf in PR's geval, lopen of zo. En in het wil... geval, en daarom vind ik het ook leuk om deze aflevering te maken, dat ik, dat ik merk, en dat vind ik bijzonder en dat vind ik leuk en die rol wil ik spelen, maar dat er mensen om me heen op Strava of op ja. onze social media zeggen, zo, ja. wat jij doet, dat wil ik ook. Ja. Nou, ik wil graag delen hoe we dat ja. doen, maar daar zit ja. inderdaad dit ook in. Ja. Ik ben dan vijf, zes jaar... Aan het opbouwen ja, van 10 ja. kilometertjes naar uh, ja. Nee, ja. maar wat opvallend bij de Paula Radcliffe, wat stand benoemd wordt, is haar uh, loop-economie. Die is juist vooruit gegaan in die zoveel jaar. Uh, ja. met zo met 15 procent. Zonder ja. dat haar VO2 max is toegenomen. Zelfde. Ja, die was cel, hè? Ja, ja, ja dus ja, hij is, ja. dat is eigenlijk een beetje het omgekeerde van wat je nu met Gerrit aan moet. Want je zegt eigenlijk: nee, die loop-economie valt misschien niet zoveel meer te verbeteren maar wel aan de kant van de, de zuurstofopname zuurstofopnamekant. En dan ga ik natuurlijk een beetje fysiologisch denken. Ja, um, VO2 max is natuurlijk longen, uh, hart, circulatie, spieren, spieren. mitochondriën. Da, daar valt ja, dan kan ik me voorstellen dat je misschien dat, dat hart nog wat meer sport had willen laten worden, nog wat krachtiger wil laten kloppen, misschien de, Longen, alhoewel ik niet denk dat daar veel belemmering, belemmering zit. Maar juist efficiëntie, dat is altijd een beetje. De, volgens mij hebben de fysiologen daar nog weinig uh, de vinger achter. van wat bepaalt nou of iemand efficiënt loopt of niet. Hoe kan je dat? Uh, ja, wat is daar? De, de, ja, is, is het uh, ja, bloeding, aantal mitochondriën? Is het het aantal capillaren? Ja. Dat zijn wel belangrijke factoren, mitochondria, um, hoeveel en hoe goed ze werken. En um, ja, eigenlijk, dat kan ik niet zien en dat nee. kan ik ook niet, niet bepalen. Dan, He, dan dat, zou je bij dat, Guido of uh, dat bij, uh, bij, bij Gerrit een biopsie uh, moeten gaan nemen. Wil je dat echt? Want... Ja, dan nog, dan weet ik ook niet of je, dan, nee. of je dat dan daaruit kunt halen. Volgens mij is dat niet zo simpel. Nee. Dan kun je meer zien in wat voor type spiervezels hij heeft. Ja. Veel rood en, dan, veel langzame spiervezels, dan ben je wat efficiënter, hè? volgens mij is dat het idee. Ja, ja. ja, voor marathonlopers moet je zeg maar gewoon veel type 1 hebben, hè? Ja. dus lange afstandvezels, gewoon ja. die heel zuinig zijn uh, en niet zo snel vermoeid raken. Maar ook voor de efficiency, dat vaak gezegd wordt dat, dat er daar een link mogelijk mee is, maar ja. Ja, ja, ja. Of, maar ja, wil je heel snel gaan lopen, heb je ook die type 2 weer heel veel nodig, ja. maar... Dat is dan echt wel heel snel. Dat gaat dan wel voor die richting de twee uur. Ja, ja. Daar zover ja, zijn we inderdaad. We zijn eerst uh, eerst, eerst nog, nog eens uit te zien. Nee, zin. maar ik denk bijna is het. Mijn vraag is eigenlijk is het niet, niet een stukje lastiger nu hij al zo economisch loopt voor jou als trainer om hem nog te verbeteren, omdat je nou, ja, weet die je, je knop beter die de, zo kan kan draaien. Ja, 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 ja. Je kunt beter de tactiek toepassen van um, hoogspringen en polsloch hoogspringen steeds een centimetertje hoger. <laughs> ja. Dus in plaats van dat je steeds oh man acht minuten eraf, laat, ja, we hebben te grote hapen genomen, ja. wil je maar zeggen. Doe gewoon de volgende keer één seconde, hè, dan <laughs> hebben we gewoon meer om steeds te verbeteren. Dat ja. is makkelijker. Ja. 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 <laughs> maar is er wel nou, iets? Ja, uh... dit, is wel, dit is toch een leuk punt over, over waar ik nu ben en over motivatie en over mentaal, ja. want het is natuurlijk allemaal mentaal. Ik merk inderdaad wel, en dat heeft hiermee te maken, Guido, dat ik, dat ik zeg tegen mezelf of tegen jezelf of tegen anderen: Ik ga dit nog één keer doen. Snap je? Ik, ik heb ook zoiets. Ik, ik ga nog één keer nu, want de, de omstandigheden zijn. Ik ga nog één keer alles geven, zetten, doen. En dan ben ik ook wel een beetje klaar met marathon PS'en. Ja. Denk ik. Ja, ja. Ja, ja. Dat, ook, dat, dat kan heel goed. Dan ja. herhaalde laatst iemand tegen mij, wat jij ook al zei op 17 oktober, Guido. Ja, je hebt wel nu twee keer perfecte omstandigheden gehad. Misschien ja. heb je straks in april ja. hele verschrikkelijke omstandigheden. Ik zeg, ja, dat nee, kan. dan ga ik nog een keer. Ja, 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 ja dat kan. Nee, maar ja, op een gegeven moment ben je Ja, hè, dat had ik vroeger ook. Dan probeer je steeds sneller. Ja. En het en, en begint inderdaad met, uh, wat, ik denk, volgens mij 3,15 of zo. Ja. En dan de volgende keer uh, is het dan uh, drie uur en een klein beetje. En denk ik, ja... Ja. Dat kan er ook onder dus, ja, ja. dat lukt dan ook. Ja. Um, maar op een gegeven moment, de winst die je gaat kunnen maken, want je wordt natuurlijk steeds beter en efficiënter, maar je zit ook steeds dichter tegen je plafond aan. Ja. Ja. De, dus de, de winst die je dan gaat maken is gewoon steeds kleiner en is ook steeds meer afhankelijk van optimale omstandigheden. Ja, ja. Maar kun jij ook in een, in een nee, nee. soort glazen bol al zien van waar de limiet dan voor, voor Gerrit ligt? En, en dan on, Los van Rotterdam, maar meer, maximaal. Het moment waar hij nu staat, hij heeft zoveel training achter de rug. Neem je zijn leeftijd mee, die werkt uiteindelijk ook wel tegen hem. Want ja, die, die oh, cijfers. Oh, oh. Yeah. Ik zat van de week Wat in de Carmin-app te kijken. Die ja, dat lijkt is... mij iets nieuws en die rekent mijn sportieve leeftijd ah, ja. uit. Ik ja. schijn 35 te zijn. Ah, Oké, okay. nou, maar nog steeds. Ja. Ik, een, de VO2 Max bijvoorbeeld. Maar dan kijk je natuurlijk naar de studies die gedaan zijn. Die, nou, op, na je 30ste, 35ste neemt die toch. Ja, Elke tien jaar met 1, 2% procent of zo is het af. Hebben we het ook over gehad? Ja. Ouder worden. Ik bedoel, ja. daar moet je ook tegen Gemiddeld. Ja, gemiddeld. Precies. Je hebt uitzonderingen en Gerrit kan een uitzondering nou ja, weet zijn. Je, Gerrit klopt. is niet een gemiddelde nee, nee. iemand. He, Gerrit is gewoon een individu. Ja. En dit zijn studies die gaan over gemiddeldes. En de, de ene klopt. gaat wat verder naar ja. achter. En de ander blijft gewoon stabiel. Ja, ja, ja. ja en, nee, stabiel. Je, maar stabiel is toch nog wat anders dan die dat echt flink omhoog uh, probeert te krijgen. Ja. Maar, maar kun jij daar aan nee, de hand? Nu haal je jij... twee dingen door elkaar. Die studie over <laughs> ouderdom gaat volgens mij over het afnemen van je maximale V2 max. Ja, V2, ja. En stabiel of niet stabiel gaat over of we het opgetraind krijgen of niet. Oké, okay, ja, nee, dat, dat klopt, ja. Ja, toch? ja. ja, ja. Maar jij hebt hem nu een jaar onder de hoede. Jij weet een beetje zijn sterke punten en zijn misschien wat minder sterke punten, laat ik het zo zeggen. Uh, je kent zijn verbetering in de, in de loop van de tijd ook uh, in trainingen ja. en uh, in, in marathontijden. Ja, heb jij dan al een beeld inderdaad van, uh, van, van Gerrit waar je denkt nou, die zou wel eens richting daar kunnen komen of daar liggen zijn grenzen. Of is dat nog steeds dan moet je eerst die volgende stap nemen Later, later nee, je, hebt, je me hebt me natuurlijk wel een, een beeld. Ja, je hebt natuurlijk wel een beeld van hè, dat we nu bij, uh, best wel goede stappen gemaakt hebben. En hij, hij, hij wordt daardoor steeds beter, sneller. En um, als je nu 3-8 hebt, ja, um, dan ga je... Uh, die drie uur gaat natuurlijk... Dat zit nog wel, zeg maar, in het vizier. Mm -hmm. daar, kun je nog wel, daar kun je nog wel naartoe, denk ik. Uh, die winst is er nog wel. Um, als je dan zegt, nou, weet je, drie... 3 uur, dat is uh, zeg maar 14 km per uur. Kun je dat ook 15 km per uur? Ja, dat is denk ik een grens waarvan je denkt, ja, dat gaat niet lukken. Dat slaat nergens op, nee. Nee, nee, nee. nee weet je, dan denk je, ja, maar 14 of 15, wat is het ja. verschil nou? nou? Dat is niet zoveel, want echt heel veel. Kijk, dan moet je op een 10 kilometer... al 35 of zo ja, gaan ja. lopen. Ja. Hè, dus dat zijn dingen, oeh, what the fuck, dat haal ik echt niet. Ja, ik Nee. En, maar goed, um, en, ja, dan denk ik, maar, uh, stel ik denk dat je toch, even, uh, even los van dat Gerrit werkt nu en hij zegt, ja, ik kan maar één keer per, per dag lopen. Stel dat je Gerrit zou hebben die zegt, nou, ik ga een jaar vrij nemen om. Ja. Zou, dan zou dat dan de boel dat... veranderen of niet? Nee hoor. Nee. Nee, nee, okay. nee. nee hoor, dan, gaat, dan, dan gaan we nog, nee. Want dan zou je na twee keer per dag kunnen trainen of... Werkpaarden en racepaarden. Okay. hebben we dan een beetje <laughs> ja. zo. Daar ja. moet je het een beetje okay. nuances hè, ja. even aanbrengen, want... Van een werkpaard maak je geen racepaard. Nee. Hè? Nee. Okay. En ik ga niet zeggen dat hij een werkpaard is. Ja. <laughs> ja. Oh, dat vind, ik, dat vind ik best een mooie titel die wil ik graag <laughs> ja. Doen. ja, Des ja, te ja, knapper maar... eigenlijk, wat ja. hij doet, hè, ja. toch? Des te knapper. Ja. Kijk, dat een, reëel, een reële inschatting van wat hij zou, wat er potentieel in zit. Ja, die, die drie uur op de marathon. Zit er, dat, dat is een, een, reële, een reële doelstelling. Ja. Ik ja. denk dat dat zeker mogelijk is. Um, en daar hoef je zeker niet um, alles uh, voor te stoppen uh, met werken en alleen nog maar trainen voor, uh, voor de marathon. Mm -hmm. Nee, dat, dat denk ik niet, dat dat op die manier zo werkt. Ja. Hè, het is, je, je moet ook nog een gewoon leven hebben en ook nog normaal kunnen functioneren en daar blij van worden. Dan alleen nog maar denken, god, ik moet alleen nog maar lopen. Ja, het zou niet goed nou, zijn. Ik wil, nee, ik wil nee? Wel nee, maar... zo even iets vertellen hoe ik dat doe. Want volgens mij als mensen nou weer geïnspireerd raken of hoe, hoe flik ik dat dan om zes keer in de week te trainen en iedereen te houden. Maar één, één stap terug. Als je het hierover hebt, Jurgen, ik zit, ik zit natuurlijk te luisteren. Ik ben benieuwd wat hij zegt. Maar, ik herhaal nog een keer wat ik net ook zei. Ik merk dat het mij mentaal niet helpt om te zeggen: ik ga sub 3. Nee. In de zin, ik vind nee, de reis nee, nee. Ja. op basis ja. van ja. hoe ver kan ik komen? Kan ik het volhouden om zoveel te blijven trainen? Maar dat komt dus ook door afgelopen jaar. Ik, ik, ik zei op ja. een gegeven moment een paar weken terug tegen je wel: is het dan echt zo simpel met dat duursport dat als ik het werk doe dat de resultaten komen? Dat is mijn ervaring ja. nu. Ja. Doe maar gewoon de trainingen die Guido voorschrijft. En, je gaat ja, dat en wel. de verbetering ja. komt. <laughs> en ik merk ja. dat ik me aan dat, nee, maar aan dat doel wil ik me graag committeren. Van ik, ik wil die trainingen gaan doen. Ik wil die zes maanden doen. En, en dat ja. resultaat. Ik, ik, misschien heb ik dat wel van Jens Verlier geleerd. Ik, ik oh, ja. wil me ja. niet aan dat resultaat ja. ophangen. Ja. Vind ja. ik ook niet per nee. se leuk. Ja. Ja. Nee, en ik, wat, wat dus ook helpt, dat is dat rijtje wat je voor je neus net had. Dus als je, als je, een, hè, je hoeft niet op die, alleen maar op die sub 3 te kijken. Want als je denkt van ja, weet je, ik wil eigenlijk nu die 5 gewoon sneller gaan lopen. Ik ga ja. eerst daar eens op focussen. En dat is een doel natuurlijk. Ja, dat ligt al veel dichterbij dan een 3-uur marathon. Ja. Voor jouw gevoel, denk ik. En weet ja. je, dan, denk je goh, dan zit ik eigenlijk al uit. Ik 10 zou kilometer bijna op. zeggen, geef me een startnummer. En we gaan die uh, 5 <laughs> nou, op die 18. 6, nou, nou ja, precies, zetten. weet je, dat zijn, dat zijn van die. Nou ja, subdoelen eigenlijk, want het is niet het doel op zich. Ja. Maar die helpen je wel om die stappen te zetten op de reis daar naartoe. Ja, eens, eens. Ja. Dus dat was het eerste wat ik. Wat, ja, maar dat is dus meer mentaal en, en doeltechnisch en motivatietechnisch. Ja, en een tweede, want, want van de week, uh, of, of na Rens Wouden schreef, geloof ik, Maurice Bruls Schreef op Straven: van ja, wat is het geheim? Ja. En iedereen wil horen, het is dat, dat uh, dingetje op mijn schoen. Hè, nee, dat, ik ben het. Ja, het is of Guido Vroemen. <laughs> Of het is de vermogensmeter. Nou, en toen heb ik eens een, een top 6, 7, 8 gemaakt. En toen begon ik inderdaad ook, ook wat de wetenschap dus zegt. Nou, luister maar eens: het eerste geheim is volume. Ja. Gewoon meer volume, meer trainen dan ik ooit gedaan heb. En dan is het natuurlijk even de vraag: ja, hoe krijg ik dat dan voor elkaar? Eén, ik ben in gelukkige omstandigheden waarin dat kan. Ik ben zelfstandig ondernemer die op dit moment redelijk controle heeft over zijn eigen agenda. En daarin het beleid toepas, geen afspraken voor tien uur. Dus als iemand vraagt, ja, kunnen we afspreken? Ja, is goed hoor. Ik kan dinsdag vanaf tien uur. En er is, er is iets wat ik me gewoon moet aanwenden en moet bewaken. Soms kan het ook niet. Maar goed, dat is dan de ja. uitzondering. Maar ik probeer dat zoveel mogelijk te bewaken. Aan de andere kant is natuurlijk in augustus mijn dochter naar de middelbare school gegaan. Want op zich ligt er best wel trainingsruimte in de ochtend. Sta ze om uh, zeven uur op of om iets voor zeven en ga om half acht trainen. Maar. Toen zij nog in groep 8 zat en dus om half 9 naar school ging. Ja, als ik om half 8 ga trainen, ja. Ja, dan zie ik haar 10 minuten. En dan, dan zie ik haar niet, vond ik niet prettig. Maar als ik pas om half 9 wegga, ja, dan red ik het niet om om 10 uur aan mijn brood te zitten. Zeg maar. Dus wat is de gelukkige omstandigheid? Het kind is naar doren op school. <laughs> heeft de hele week eerste uur. Dus staat om kwart voor 7 op. Die is om kwart voor acht de deur uit. En ik sta om vijf voor acht buiten. En ik heb dus dan anderhalf ja. tot twee uur om mijn training te doen. Mijn fiets nog zelfs hey. even. Zo schoon te maken en uh, te douchen en, jij en klaar. je hebt geen uh, bemoeienis gehad met het rooster dus. Dat zijn altijd eerste uur beginnen. Ja, uh... ja, ik moet zeggen, ja. dat zal niet zo blijven. Maar dat nee. wel lucky. Uh, en, maar dat maakt het dus bijvoorbeeld ook. En, dat, en die, die staat in die opzomming onderaan. Maar ik lag dit dus allemaal op te schrijven. En mijn vrouw lag <laughs> zo half naast. Het dus was zondagochtend. En die zegt, wat ben je aan het doen? Ik zeg, ja, iemand vraagt wat geheim is. Ik ben even wat punten onder elkaar aan het zetten. nou... Dus Zet er ook maar even bij dat het thuisfront het allemaal moet trekken. Ja. <laughs> en dat is natuurlijk ook wel belangrijk, want we horen nu ook wel reacties van luisteraars en mensen omheen die inderdaad het thuisfront hebben wat het minder goed trekt. Ja, dan moet je dit denk ik niet willen. Hè? Dan moet je volgens mij deze nee. doelstellingen niet stellen. Nee, 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 nee dat klopt. Het uh, moet allemaal meewerken. Ja. En het, het leuke niet... aan dat slot voor mij tussen 8 en 10 in de ochtend. Ja, dat is gewoon werktijd. Ja, of mm -hmm. ik nou achter mijn laptop zit of buiten op mijn fiets. Ja, ik ben naar mijn werk, weet je wel. Dat, uh, ja, Het is niet mijn werk, maar ja. ik ben weg. Dus het ja. is natuurlijk redelijk makkelijke tijd om voor jezelf te nemen. En in ja. Het ja, maar is dat, dat moet wel allemaal passen. En dat kan niet bij iedereen zo nee. passen. Nee. En dat, dat, dat we, um, dan is het ook veel lastiger om... Nou ja, soms moet je dan ook gewoon denken... Nou, ik denk dat ik een ander doel moet stellen. Precies, um, nou, dat wil in ik plaats, zeggen. Ja. In plaats van een, die, uh, helemaal een half jaar of een jaar naar een marathon toe werken. Gewoon lekker fit blijven. En zorgen dat ik blij en fris blijf. Ja, eens. Nee, is duidelijk. Copy-paste zal niet nee, uh, werken. Nee, dat gaat nou wel uh, Maar je kan wel kijken welke dingen je kan jatten. Dus ik zei ja. één meer trainen, twee nee. trainen was dus in dat slimme trainen. Dat is dus heel veel rustige duur. Heb ik nog wel een hele specifieke vraag over, Guido? We doen best wel veel uh, rustige duur, anderhalf uur op de fiets. Dat is deels herstel, hè? ook toen als we uit die wedstrijden komen. Dat is het ook heerlijk herstel. Maar ik moet zeggen, die voelt best wel... Uh, ik zag hem laat, uh, Van de week staat hij er weer. Het voelt best wel als een cadeautje, want dat is, dat is echt wel... Hè? Doe ik podcastje op, rustige duur, anderhalf uur, twee wattjes. Ja. ja, dat kost mij nul moeite. Even oh. toch voor de mentale motivatie. Dat, dat is wel echt een bijdrage aan sneller ja. marathon gaan lopen. En hoe dan? Nou ja, dat je al blij wordt ervan, hè? om, om ja, dat ja, ja. te doen. Ja. ja, ja, ja. Weet je, je hoeft niet altijd af te zien. Nee. Had dat ook een wandeling kunnen en dit zijn? Ja, dat is natuurlijk wel zo. Um, ja, ook, hmm. ook. Maar ja, als je triatleet bent, dan vind je ja. fietsen toch uh, vind je niet, uh, niet heel vervelend. Nee. 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 Dus, ja. Maar zit de, er dan, nog specifiek in het trainingssysteem dat je gewoon zegt: ja, joh, lekker vaak anderhalf uur rustig fietsen is goed voor? Of. Nou, puur gewoon. Uh, ja, hè, wat, ik, wat je in het afgelopen jaar ook gedaan hebt, is gewoon consistentie erin houden. Ja, ja. Consistent gewoon blijven trainen. Zelfs in je vakantie, waarin je van tevoren al zei: ja, dat is meestal een lastige periode. Want dan eh, kak ik meestal helemaal in. En, dus toen hebben we ook consistentie erin gehouden. Niet zoals ervoor, eh, maar, nee. maar wel gewoon. Twee of drie keer die week gewoon even lopen. Ja, ja, en die consistentie, als je dat blijft vasthouden, wekenlang gewoon altijd gewoon wel blijven trainen, ja, dat brengt je gewoon veel. Ja, nou ja, precies. En het helpt ook in die routines en die planning en de spullen. En uh, je hebt op een gegeven moment gewoon een ritme in de ochtend en dan ja. uh, de fiets op en gaan. En dan had ik inderdaad toch wel als nummer drie stond, toch inderdaad wel het geheim Guido me. Uh, in de... <laughs> voor de schoenen. Ja, zeker voor de schoenen. <laughs> ja hoor, als ik het zou moeten opbouwen, dan is het inderdaad ja. volume, volume slim inzetten. En voor mij helpt dan zeker uh, Guido 1 als vreemde ogen. Om inderdaad iemand die dan ook checkt als je denkt, ik heb geen zin in de interval. Ja, ja hoezo? <laughs> <laughs> en, uh, ja. ja. <laughs> ja. En, en dus ook wel gewoon de luxe om het denkwerk uit de handen te geven. En uh, ook nou, waar we het al eerder over gehad hadden in die aflevering over mag je je trainingsschema ja. aanpassen dat ja. als je wat pijn hebt of wat dingen hebt dat iemand ook meteen oh nou weet je wat doe het even zo doe het even zo. Ja ja ja, precies. Ja, weet je, daar zit ik op. Ja. Nou ah, ja, we, we, daar we, je hoort ook wel of, uh, vaak van mensen die zeggen: "Ja, ik ben toch echt gezonder gaan eten of anders gaan eten." Ja. Voorsprong is het bij jou volgens mij hoeft het dat nou, niet ja, Nou je wel. Eten staat wel in eere... het lijstje, uh, maar nog iets lager, want ik had dan wel na Guido had ik toch wel de schoenen gezet. Ja. Ik Bedoel dat is toch <laughs> echt echt wel ook een cadeau. En het is leuk. Ik was in Renswouden met Maarten Hagens. Echt een heel ander kaliber. Echt een hele goede loper krijgt ja. uitnodigingen voor de lopers in Nederland. Maar die loopt nu voor het eerst ook op, ah, op ja. carbon en schuim. En, uh... en die komt terug van de blessure en loopt uh, zes seconden boven zijn PR ooit geloof ja, ik. En we ja. zeggen oh oké okay, het schuimcadeautje. Um, ja en daarna voeding ja natuurlijk vaak gehad alcohol eruit uh, dat is voor mij primair voor mijn werk voor mijn hoofd ja maar dat is dus ook ja. voor mijn slaap en Slaapen. voor mijn zin ja, om ja, te ja. trainen en wou, als ik een paar bier op heb gehad of weinig heb en ik moet invullen zin om te trainen nee. nou die is er dan nee. niet hoor ja 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 weet je dat zie je ook vaak je doet ook die HV for training app gebruiken ja um, andere ik heb al meerdere die dat doen en, en je ziet, ik zie toch wel verdomd vaak dat als mensen, nou, dan is het maar één glaasje alcohol of twee, dat gewoon de dag, de meting van die nacht gewoon, en de, of de ochtend daarna gewoon slechter is. Ja. Het heeft best, het heeft echt heel veel invloed op je slaapherstel. En dan denk je, ja, weet je, als ik dat dan nou eens. Nou ja, gewoon beperk. Uh, beperkt. Ik wil niet zeggen dat je nooit precies. mag drinken. Mm -hmm. Maar in ieder geval de je niet thuis beperkt. drinken, gooi dat er eens ja. uit. Ja. Ja, 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 precies. Want soms, sommigen, doen het ook gewoon een beetje uit gewoonte. en denken, oh ja, ik neem eigenlijk altijd wel een wijntje of zo. Ja. Ja. Of een paar keer per week. Ja, maar dat is niet al, die, die kun je ook wel skippen. Ja, nee, dat is een mooi, maar ik kreeg laatst wel een vraag van een luisteraar die inderdaad zei: uh, ja, Eet jij nog wel eens chips? Ja. <laughs> die zei ik ook dat ook nou. En dan moet ik wel bekennen: ja. ik snij alles wat los en vast zit. Ja. Uh, mede ook, en dat heb je wel eens uitgelegd toen we het hadden over waarom ga je niet afvallen van meer sporten. <kuggen> Met ja, die ja. foute denkkronkel, Dat je ja. denk, Nou, ik sport zoveel. Ja. Ik, kan, ik ben één oh, ik grote verbrandingsover. Ja. Ja. Ik, ik verbrand het er toch wel af. Ja. Ik heb wel een halve gedachte, Guido, dat ik denk, nou, ook toch wel vanuit als er nog eens twee kilo afgaan, dus gratis winst, zou ik eens wat minder snoep naaien en chips eten. Ja. Maar dat... ja, dat kan natuurlijk, weet je, maar ja. ja. Um, heeft ook de, wel ja, veel met heel... geluk te maken. Ja, nou ja, ja, nou ja precies, dat is, dat is natuurlijk ook weer wat blijer. Het is niet, niet dat je um, overgewicht hebt, nee. hè, te veel, echt gewoon te veel kilo's mee, mee zeult, dat, dat is het niet. Nee. Um, maar ik ben altijd heel erg nou ja, terughoudend, inderdaad. Wat betreft afvallen en hard trainen. Hè? Dus ja. dan die negatieve energiebalans, die wil ik eigenlijk. Nou, die mag wel best wel eens even. Maar die wil ik niet lang doortrekken. Nee. helder. Ja, mooi. Nou, nou, dus dat is het geheim. Ja, <laughs> en dit is dus ook wat. Een blijje atleet, hè? Dat hè? is, ook, dat ja, is weer gewoon degene. Als je blij wordt van wat je aan het doen bent. Ja. En het, het, het is niet altijd zo hoor. Uh, Gerrit is niet echt altijd aan het lachen als hij aan het trainen is. Nee. Uh, het is ook wel eens af en toe zwaar, denk ik, voor hem. Maar in het algemeen wordt hij er wel blij van om dat te doen. Ja. Nou, en daar is dit, dit, dit trio. De, de Slimmer Posteren Podcast is daar wel een onderdeel van. En al die reacties van luisteraars die ze zeggen: nou, ik trek me daarin op. Of ik ja. vind het inspirerend, of ik wil het ook. Nou, ik moet zeggen, dat is wel een soort feedback loop die mij ook wel weer stimuleert. Denk, oh ja, dat is leuk. Nou, laten we eens dingen uitproberen. Laten we het vastleggen. Laten we vertellen wat we doen. Dus in die zin zijn de omstandigheden gunstig, zeg maar. Ja, maar daarom denk ik, ik hoop dat het nog niet lukt in Rotterdam. Maar toch nog even een paar jaartjes zo doorgaan. Voor het verhaal is het leuker, maar. Ik zal hem iets minder scherp Die Guido, we bellen nog wel even hierover. Ja, dat doen we wel of te rekken. Oké, prima. <laughs> ja, ja lekkere agenda, jurgen. Ja. Nou, mooi. Hebben we dan alles uh, gehad, denk je? Guido, heb jij nog een, uh, een gouden tip, gouden truc voor mensen die meeluisteren en denken... ja, ik wil ook sneller op mijn marathon lopen? Of zijn we eigenlijk wel behoorlijk rond? Um, nou ja, weet je, iedereen wil sneller lopen en uh, harder lopen... Uh, diegene nou, die al heel lang loopt... Ik zie lopen, er iemand naast mij op de bank die wil alleen maar gewoon lekker recreatief lopen, toch? Ja. Genieten, ik ja, die, tel ik ook, die tel ik ook niet mee <laughs> bij de prestatieve <laughs> lopers. Dat is een uh, levensgenieter, uh, uh, laten we ja. het daarop houden. Ja, ja nou is, is toch de, mooi Die ook, heb je ook ja, nodig, Ja, ja die hè? heb je nodig. Ja, de vogeltjes kijken is supergoed. Ja. <laughs> nee, maar de mensen die al uh, die luisteren en die ook nog steeds prestatief bezig zijn... Um, en al heel veel jaren daarmee bezig zijn, ja, daar wordt het, is het vaak ook lastig om dan nog ergens een beetje winst in te halen. Ja. Um, maar ja, weet je, het is, het, zo, eh, ik kan niet voor iedereen inschatten van wat hij natuurlijk gedaan heeft. Maar wat ik al zei, consistentie erin brengen, variatie in ja, ja. Ja. de trainingen. Uh, dat je ook wel eens heel rustig, maar ook wel eens heel hard moet lopen. Ja. Um, voor jezelf, hè, en goed bijhouden dat je. Steeds goed herstelt en slaapt. Want als je hard traint... moet je ook gewoon veel rusten. Ja, dat hè. Dat is misschien uh, ja. goed. Uh, ja, maar dat ook... wat. Eigenlijk is dat hetgene wat. Ja, maar ik kan wel nog, misschien wel daar een uurtje meer trainen en daar nog wel een beetje ja. meer trainen. Want dan sta ik wat vroeger op of dan, Dus daar gaat je herstel eraan. Ja. Dus daar beknibbel je op. En dat is vaak wel het, het probleem wat dan op een gegeven moment gaat wringen. Eens. Ja, dit, uh, dat hebben we vaker benoemd. Staat ook in een van de boeken hier op de boekenstapel: uh, de Fast Track ja. Triathlete. En, en jij hebt dat ook wel eens gezegd, Guido. Maar dat, dat stress komt allemaal uit hetzelfde potje: hè? training, sporttraining, ja. fysieke stress. Werk is misschien mentale stress. thuisfront sociale stress, of hoe je het maar wil noemen. Ja. En die happen allemaal uit diezelfde voorraad. Dus, dus je kan niet, als die andere twee al hoog zijn, ook nog eens hard gaan trainen. Althans, ja, de kans wel, dat je dan over de grens gaat. Ja, daar hou je niet lang vol. Dus dat uh, ja. je moet kijken of het past. Nou, en dan heb ik het gehad over boeken. Weet je waar ik ook heel blij van word? Dat de afgelopen twee, drie weken heel veel mensen onze podcast ah. op de nieuwe manier steunen. Namelijk door uh, de leuke boeken die wij besproken hebben, of leuke boeken die je onder de kerstboom of uh, de afgelopen week aan Sinterklaas wilde geven. bestellen via slimmerpodcast.nl. Want daar staan al die boeken: Fast Track triathlete het Maakbare Uur Enjoy, Endure van Alex Hutchinson en nog veel meer. Missie Marathon van Mariska van Sprundel. En dan denk je, Hé, zijn jullie een boek aan begonnen? Nee, nee, nee. Als je daarop klikt, dan kom je gewoon uit op bol.com. Maar Bol.com heeft dus een systeem dat als je via ons geklikt hebt, dan geven zij een kleine kickback aan ons. En als we dat nou maar met genoeg mensen doen, dan uh, kunnen we hopelijk zorgen. Ja, ik heb gekeken, mijn boek van Guido Vroemer staat niet op Bol.com. Oh. Dus die kunnen we niet toevoegen. Sorry Guido. Maar ik oh, Oh ja, met de Engelse versie. Ja, de, ja, de Engelse, de dat zag ik. Maar dat vond ik nou zo raar om vanuit de Nederlandse podcast. De Engelse versie te linken. Ja, maar die Nederlandse is helemaal uitverkocht. Dan moeten we opnieuw gaan drukken. Nou, ah, leg die dan, dan zie je bij ons in de podcast of zo, uh, in de webshop. Nou, anyway. Dus daar word ik blij van. Veel mensen doen dat. De buffs zijn ook behoorlijk populair. Dus ja, het wordt wat kouder en je hebt nu nog uh, een, uh, twee weken tot de kerst. Dus ik zou zeggen: o. zet hem op je verlanglijstje, slimmerpodcast.nl/webshop of uh, bestel hem voor een ander en dan uh, zorgen wij dat hij uh, op tijd voor de kerst bezorgd wordt met een paar mooie stickers erbij. Dus uh, doe kunnen dat. Kunnen we ook mutsen? Uh, slimmer posteren mutsen gaan maken? Ja, kunnen we gaan maken, maar we hebben net de buff gelanceerd. Ja, die Guido. kan je als, dus dan, die die kan die jij je als muts gebruiken. Uh, Oh ja, dat moet je hem gewoon zo ja, opzetten. Je een beetje knutsel op je ja. hoofd. En dan uh, komt het wel goed voor Ja, precies. Ja, ja. Er, zijn, uh, er zijn er 200 gemaakt. Dus uh, de voorraad uh, gaat er hard doorheen. Maar we kunnen nog wel even. Dus voordat we aan de mutsen gaan. gaan we eerst even de buffs uh, proberen te verspreiden. En uh, we gaan nog veel meer uh, podcasts maken. Dit seizoen niet meer zo heel veel. Nog drie, hè, hebben we te ja, gaan. En ja. dan uh, zijn we bij het einde van het jaar. We gaan echt de finale in. We hebben nog een paar mooie onderwerpen voor de boeg. En dan natuurlijk de eindejaarspecial. Gaan we even terugkijken. De hoogtepunten van 2022. Dus een oproep aan jou als luisteraar of kijker: wat was jouw hoogtepunt van de Slimmer Versteren Podcast in 2022 eigenlijk? Misschien leuk. Een aflevering, een tip. Iets wat je heel erg is bijgebleven. Dan kunnen we die laatste aflevering ook leuk maken met uh, hoogtepunten van luisteraars en deelnemers. Vrienden van de show. Lijkt me leuk. En als je nou uh, wil reageren. Uh, of je hebt meer vragen over sneller worden op de marathon. Dan kan dat op een aantal manieren. Je kan ons vinden. Op social media zijn we de slimmerpodcast op Twitter en Instagram. Als je het nog niet doet, ga ons gelijk even volgen. Dat doen de laatste tijd veel mensen, Jurgen. Dus uh, iets gaat er goed. De nummers uh, nemen toe en toe. Uh, je vindt daar van iedere aflevering een post. En die kan je retweeten, die kan je hartjes geven. Of die kan je uh, natuurlijk uh, delen met andere mensen. Je kan ook naar onze website: www.slimmerpodcast.nl. Vind je van iedere aflevering zijn eigen pagina. Kun je reacties op uh, achterlaten. Of je kan die link kopiëren. En rond-whatsappen naar je club. Naar al die andere mensen die meegaan op reis naar de Rotterdam Marathon. Rond die tijd dat die inschrijving openging. had ik een story bij ons op Instagram staan. Vroeg ik wie gaat er ook mee? Nou, ik was. Overweldigd. Ik geloof dat we met een heel leger aan Slimmer Presteren podcast luisteraars naar Rotterdam. gaan. Ja, die... Misschien geen goede metafoor in deze tijd. Ja, die zien jou allemaal <laughs> daar onder die drie uur loopen toch. Een legioen. Nou, die zijn allemaal lekker zelf bezig met ja. hun eigen avontuur. Dus uh, misschien kunnen we het startvak een beetje handen schudden. Kun je een eigen slimme presteren pecer uh, erin zetten? Ja, is het iets voor jou, uh, Guido? Op de fiets, zo, langs het parcours. Ja, ja op de fiets kan ik het wel. Ja. Maar, ja. Of je, uh, jet ze? <laughs> Ja, dat is wel een fijne P-Server. Je hebt geklopt Als jij uh, sub. Uh, hoe lang deed hij over de marathon laatst? Uh, 1,30. 1,30. <laughs> ja. Wil jij in, een keer uh, uh, sub uh, 1,21. Uh, toch, voor iedereen die niet even meteen weet wie Jetsenplat is, is een, uh, een, een paratlete. Ja. En die doet dat in een, in een wheeling heet het dan: rolstoelrennen uh, ja. eigenlijk. Ja. Race wheelchair. Race wheelchair. En dan gaat het nog een stuk harder. Hey, tot slot, nog één manier waarop je contact met ons kan zoeken: is uh, via e-mail post slimmerpodcast.nl. Stel er al je vragen, deel er je hoogtepunten van 2022 of jouw. Uh, andere leuke dingen die je anders kwijt wil. Toch? Ja. Misschien leuke boeken of items die je ook wel in onze webshop zou kunnen zien, zodat je die lekker via ons bij Bol kan bestellen. Precies. Dan uh, gaan ja. we zo samen doorwerken. Uh, Mooi. Guido, dankjewel. Yo. Ik ga geloof ik maar weer eens uh, mijn hardloopschoenen aantrekken. <laughs> ja. En nog wat ja, voor je Even een extra duurtraining. Even een extra ja. rondje vandaag. Ja. En uh, Jurgen. Succes. Tot volgende week. Tot volgende week. Hoi hoi. Hoi hoi.